Hold up. Ja, hallo, hallo, hallo. Welkom bij een review. En dan in het Nederlands, mensen, welkom bij een nieuwe review hier op The Walling Bear. Vandaag staan wij op Chemisch Hasselt. Niet het Belgische Hasselt, wel het Nederlandse Hasselt. Dat ligt in Overijssel, dicht bij Flevoland, maar het is toch nog Overijssel. We zijn hier vorig jaar ook geweest en misschien herinnert u zich het nog met het introotje van hamsteren. Die hamsters die staan er niet, het zijn nu tulpen die er staan. Vandaar dat ik de intro ook niet heb gedaan. Er zijn een paar leuke wijzigingen hier ten opzichte van vorig jaar. Dus we gaan zo meteen even rondje lopen op de chemisch, kijken wat er staat. En ik heb al even van ver gekeken. En ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast. Maar goed, mensen, we gaan beginnen aan de review. Let's go! De eerste zaak voor Hasselt dit jaar is de zweefmolen. Dit was de oude zweefmolen hier van Zanting, die dit jaar is overgenomen door Kraak. Die reist nu met deze zweefmolen rond. En ja, het is natuurlijk wel weer mooi zijn. Niet heel veel meer van deze molens in Nederland. Ik denk een stuk of 10 ongeveer. En dan, ja, dan zie je hem voornamelijk op kleinere dorpskermissen, zoals hier eentje in Hasselt. Nu dus van Kraak. Acht stoeltjes van 2 zitten erin, dus 16 mensen kunnen maximaal lekker rondjes zweven, zou ik zeggen. En, hij doet het goed hier hoor, hij zit goed vol. En ja, het trekt ook wel goed veel bekijks hier van de mensen. Goede show erbij hier ook. Nostalgische show, hè. Het is natuurlijk geen jingles, maar lekker opgooien, lekker zweven hier op de kermis in Hasselt. Dat is Wippie, de Extreme Ride hier van Leuzink. Die eigenlijk uit Groningen komt, maar hier op de kermis in Hasselt staat, stond hij vorig jaar ook. Ja, geeft op zich wel leuke showtjes weg. Goed, mooi in de led, ja. Let's go, deze is small. Ik val bijna in slaap, mensen. Kijk, dit is beter. Beetje hardstel erbij. Ja, lekker hoor. Extreme Ride. Als autoscooter een van de drie van Ecopoom, de Penguin Party Dodgems, die we ook al in Amsterdam tegenkwamen dit jaar. Ja, met zo'n schip goed kijken aan de achterkant, het bord munten bij de kassa, dat was nog niet toen ik hem bij Amsterdam de première heb gezien, nou, nu dus wel. Oude schaatsbaan en natuurlijk deze baan is nog van Bud geweest in Engeland. Maar nu dus dit seizoen van Ecopoom. Hallo! Als je niet van de hoogte houdt, dan kan je natuurlijk nog in de gewone draaimolen hier een rondje draaien. En dan draaien wij door naar de lijntrek.
Extravaganza. Als Funhouse Crazy Circus van Spelbreek, die we nog een paar weken terug in Zwolle zagen. En ja, hij stond er ook vorig jaar op dezelfde plek. Funhouse van 3 etages hoog en aquafur. De Pushers, de Fortune Palace, die ik niet heel vaak tegenkom. Het is een iets kleinere pusher met wat grotere automaten, zo op het eerste zicht. En zo lopen wij tegen het eind van de kermis op, waar wij een verrassing zien, namelijk de impact van Hamelutjes, die in... Jawel, in België eigenlijk ingeschreven staat. En vorig jaar en eigenlijk altijd stond hier Breken en Sipke, maar nu dus de impact. Even iets anders mensen. Ritprijs 4 euro, dat is duur. Voor mijzelf heb ik dat er niet voor over. Maar ja, de inwoners of de bezoekers hier van het Eufeest Hasselt zou ik zeggen. Stap in, maak even een ritje. Maar nee, ik heb geen 4 euro voor een Street Fighter. Is dit mensen geen Afterburner Street Fighter? Hij geeft hier wel best een goede show hoor, dat wel. Maar 4 euro is mij toch net iets te veel van het goede. Gebouwd door Technical Park. En deze heeft zelfs nog een tijdje heel lang terug met Achterwald gerezen. Voor wie zich dat nog herinnert. Dat was de tijd dat volgens mij mensen nog geen reviews maakten. Dat was onder, volgens mij was dat nog onder de koer, had hij nog een stukje achterwand. Maar hij reist nu al ja, bijna eeuwen onder Hamelutjes, zou je kunnen zeggen. Wow, wow, wow. Ja, hij draait er op zich wel, wel lekker, lekker show, maar de griep, ja. Als hij misschien nog eventjes vol gas gaat, zo dan... Kijk, zo draait hij wel lekker. Maar dan moet hij van mij ook een beetje op snelheid blijven. Niet meteen weer die rem erop. Einde van de rit, mensen, einde van de impact. Nieuwe ronde. En einde van de rit. En ook einde van de kermis Hasselt. Of ja, tenminste, hier gaan ze nog een paar uurtjes door. Ik dacht dat mijn middernacht ongeveer ging afbouwen. Misschien blijf ik daar nog even bij voor die zweepmolen. Afbouwen is misschien wel interessant om eventjes te zien. Maar dat zien we wel. Ja, leuke kermis weer. Leuk aanbod. In vergelijking met vorig jaar geen breakdance. Dat vond ik wel opvallend. Wel, dus de impact hier. Maar ook de zweefmolen als extra zaak. 5 zaken in plaats van 4 vorig jaar. Dat is een positief puntje voor de kermis. Beste show gaat naar de impact. Extreme Ride gaf ook een leuke show. Extreme Ride 3,50. Impact 4 euro, dat zijn toch allebei dure prijzen voor de kermis, dorpskermis als Hasselt vind ik zelf. Maar goed, 4 sterren voor de kermis, ik vind het best sfeervol hier. En misschien kom ik volgend jaar wel weer even terug als ik in de buurt ben. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een leuke reactie achter. En ik zie je graag bij de volgende video. Tjus!